De kerstverlichting hangt en het is het einde van het jaar. En dat kan voor ons gamers natuurlijk maar één ding betekenen. Het is tijd om terug te blikken op het afgelopen gamejaar. Dit keer is 2016 aan de beurt, een nogal bewogen gamejaar als je het mij vraagt. Veel goede games aan het begin van het jaar, maar in het najaar toch tegenvallende verkoopcijfers als het gaat om games en franchises die het normaal gesproken wel goed zouden moeten doen. Of games waarvan de verwachtingen hoog gespannen waren, die toch uiteindelijk tegenbleken te vallen. Of juist niet tegenvielen in het geval van Titanfall, maar toch niet goed verkochten. Dus dat was apart. Het was nogal een bewogen gamejaar zoals ik net al zei. Toch heb ik een hele mooie top 5 samen weten te stellen. Dus without further ado, dit is mijn top 5 van 2016. Nummer 5 is Planet Coaster. Een vrij recente game waar ik zoveel creativiteit in vrij kon dat hij wel op dit lijstje moest komen te staan. En het leek in eerste instantie even op dat de nieuwe rollercoaster en deze game in elkaars vaarwater terecht zouden komen. Maar al snel werd duidelijk dat dit de betere theme park builder was. Met ontelbare opties en de Steam Workshop integration komt deze game zo ontzettend goed tot zijn recht dat hij zonder twijfel in mijn top 5 van dit jaar terecht moest komen. Nummertje 4 is Overwatch, de shooter van dit jaar voor mij. Met interessante karakters, toffe maps en een verslavende Blizzard formule van levelen en loot verzamelen middels de lootboxes is dit de shooter waar ik verreweg het meeste tijd in heb gestoken dit jaar. Nou, de game heeft geen introductie of uitleg meer nodig, dus we gaan lekker door met nummer 3. De nummer 3 van mijn lijstje is ook een vrij recente game, net als dat Planet Coaster was. Het is een game waar qua meningen nogal veel over te doen was, maar een game die voor mij persoonlijk oh zo fijn was. Ik heb het over The Last Guardian. Ondanks dat was de game toch niet vrij van frustraties. Treacle had nogal vaak zijn eigen willetje en hem aanwijzingen geven werkte niet altijd even lekker. Maar de band met het beest, de puzzels en het verhaal maakten zo ontzettend veel goed. Het was by no means een perfecte game, maar zeker eentje die me bijblijft. Al is het alleen al om de mooie afsluiting aan het einde. Dat deze game de nummer 3 plek op mijn lijstje verdient. Nummer 2 is een game die net als The Last Guardian iets met me deed, en dat is Uncharted 4. Met nog meer focus op verhaal, geloofwaardige characters en verreweg de mooiste game van dit jaar als het gaat om graphics, heeft Uncharted 4 een terechte nummer 2 op mijn lijstje. De shooteractie was vertrouwd, de karakters beter uitgewerkt dan ooit en een prima speelduur maken Uncharted 4 de beste story game van dit jaar voor mij en daarom een terechte nummer 2. De nummer 1 zal voor degenen die mij een beetje kennen geen verrassing zijn of voor degenen die mij volgen op Twitch. De game waar ik ondanks alle frustraties verreweg het meeste plezier mee heb gehad dit jaar is Dark Souls 3. De formule die sinds Demon's Souls is opgezet is in dit derde deel beter uitgewerkt en uitgewerkt tot perfectie. De wereld zit zo ontzettend sterk in elkaar, dat is iets wat deel 2 toch wel miste helaas. Nou, de bossen zijn weer bikkelhard, de gameplay die deze games maken tot wat ze zijn is weer zo goed als vanouds en daarom is deze game naar mijn mening niet alleen de beste game van dit jaar, maar verreweg de beste uitgewerkte en meest gepolished game in de serie. Nu dat ik mijn top 5 gegeven heb, is het hoog tijd voor 2017, maar voordat het zover is ben ik ontzettend benieuwd welke games jullie tof vonden. Desnoods een top 5, een top 3, een top 10 of slechts één game, de beste game die je dit jaar hebt gespeeld. Ik ben er ontzettend benieuwd naar, dus laat het even weten in de comments. Zoals altijd ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende video.